De Winter Efteling is weer begonnen. Hoewel de winter nog ver weg lijkt te zijn, is de Efteling al omgetoverd in de winterse sferen. Vorig jaar brachten we een bezoek aan de Winter Efteling. Welkom bij Moods, de eerste aflevering in 2012, hier vanuit de Winter Efteling in Kaatsheuvel. 2012, en dat betekent natuurlijk vanaf onze kant een ongelooflijk goed 2012 gewenst door alle medewerkers en de redactie van dit programma, onder andere van Moods. Maar 2012 is ook het jaar dat we er volop voor de kijkers van TV73 zullen zijn. Vandaag inderdaad vanuit de Winter Efteling, waarop straks van alles te beleven valt. Want wat een sfeer is er hier. Ja, geweldig. Wij nemen u mee de Winter Efteling in om te zien wat er hier allemaal gaande is. Nou, kwestie van in de vingers knippen. En dan gaan we naar de volgende. Go! Schaatsbaan. En het gaat echt gebeuren. Ik ga mijn schaatsen huren. En jullie mogen kijken of ik het nog kan. Ja, dan ga ik nu het ijs op. Oh, wat is dit heerlijk op dit ijs. Ik moest even inkomen, maar nou, ik sta nog. Ik heb nog niks gebroken. Sikke, ga nog een rondje maken. Wat doet het met je om hier met je gezin te lopen? Ja, warmte. Ja, ik vind het altijd heel gezellig. Het is echt een familieuitje. Ja. Volgens mij ben jij 8. Ja. Wat vind jij ervan hier in de Efteling? Leuk. En wat vind je leuker, met de winter of zomers? Zomer. Omdat het dan niet regent? Ja. En als het nou echt heel erg zou sneeuwen? Nou. Ook wel gezellig, toch? Ja. Het is echt een familieaangelegenheid. Dit was heerlijk, maar ik laat het over aan de andere mensen hier. Ik ga eventjes lekker iets drinken en even bijkomen van dit schaatsavontuur. Ik zie dat u met de kinderen aan het langlaufen bent. Ja, dat klopt. Zelf niet op de latten gegaan? Nee, vandaag maar niet, nee. Want? Bang om te vallen? Eigenlijk wel, ja. Ja. En hoe ging het met de kinderen? Ja, dat moet je aan de kinderen vragen. Hoe ging het? Hoe ging het op de lange latten? Goed. Was het leuk? Ja. Ben je er gevallen of niet? Ja. Eén keer. Hey. Hey, waar ben je geweest? Ik was net in Kinderwinterwonderland. En? Ja, fantastisch. Ja. Ken je die nog, die grobbenbollen van vroeger van Tita Tovenaar? Ja. Ken je dat liedje nog? Ken je het liedje nog? Zing eens. Mijn vader is een tovenaar. En dan gaat hij verder. Luister. Het is echt leuk, hè? En jij, waar ben jij geweest? Ik ben het wezen schaatsen. Op de ijsbaan. En echt geweldig. En niks gebroken? Nee, ik ben nog heel... Helemaal heel. Nou, fantastisch. Ja, fantastisch. Wat vind jij van de sfeer? Wat heb je al met mensen gesproken trouwens? Ik heb een aantal mensen gesproken en ik merk dat iedereen ontzettend positief is. Gewoon in de Efteling hier. Het is een heerlijke sfeer.
Het is, iedereen is blij en vrolijk. En, ja, leuk, ik merk alleen maar positiviteit. Nou, het was toen straks een beetje lastig met het weer. Een winter Efteling waar het toch een beetje regende. Ja. En nu begon de zon te stralen. Ja, geweldig. En dat kampvuur. Het kan niet meer op, hè? Hey, daar hoort eigenlijk wel iets belangrijks bij. En wat is dat? Trakteer jij of trakteer ik? Nou, ik laat me graag verrassen nog. Gluwijntje? Oh, lekker. Ja, laten ja? Doen. Ga ik een gluwijntje halen. Geniet jij nog even van de sfeer? Ik ga een gluwijntje kopen. Heel goed. Zo. Oh, happy day. Nou, gaat u gang, mevrouw. Dank u. Alstublieft. Kijk eens, er liggen dekens en alles in. Leuk, hè? Wie willen met ons mee? Ja, jullie? Kom op, gezellig. Kom maar. Kijk, hier kan er gaan tussen. Zo, gelukkig nieuwjaar. Weet je dat hier normaal gesproken alleen maar prinsen en prinsessen in mogen rijden? Dit zijn allemaal prinsen en prinsessen. Ja, dit zijn allemaal prinsen en prinsessen. Jullie vandaag de prinsen en prinsessen. Oh, denneboom, oh, denneboom, wat zijn je takken? Oh, denneboom, oh, denneboom, wat zijn uw takken? Applaus voor jullie zelf. Goed gedaan, hoor. Deze prinsen en prinsessen kunnen ook heel goed zingen, vind ik. Nou, wat leuk. Wat vonden jullie van de paardjes? Hebben ze het goed gedaan? Ja. Nou, we gaan jullie er weer uit laten. Wat vind jij nou eigenlijk het leukste in de Efteling dan? Nou, ik denk dat ieder mens dromen heeft. Ik denk dat jij ze hebt, ik denk dat ik ze heb. En ik vind ook altijd dat je niet moet wachten tot morgen om je dromen te beleven. Of in ieder geval te proberen te beleven. En wat de ontwerpers van de Efteling hebben bedacht, dat als je slaapt en je kunt vliegen, dan kun je in een droom kun je vliegen. En dat hebben ze vertaald in een droomvlucht. En ik denk dat dat wel een van de mooiste dingen is die we kunnen beleven. Zullen we een kijkje gaan nemen? Zullen we samen gaan dromen? Ja, ik wil wel gaan dromen. Oké, leuk. Let's go. Ik ben blij. Hey, we kunnen eventueel hier even iets eten? Nee, ik heb een veel mooiere plek die je echt moet zien. Zo? Ik ben er straks gaan schaatsen, heb ik je verteld. Daarnaast zit een geweldige plek waar wij echt iets lekkers kunnen gaan eten. Dat moet je zien, ik neem je mee. Een verrassing. Nee, verrassing, okay. Surprise, kom. Hallo. Ook leuk, hè, ouderwets. Alles is hier op de puntjes toe geregeld, hè? Precies, en zo mooi afgewerkt. Study one more.
geen moment overdreven eigenlijk. Wat leuk hier, zeg. Het is fantastisch hier. Sfeertje. Het is ook echt of je een beetje in het buitenland bent. Ja, maar daarom dacht ik, dit moet je zien. Wauw, zeg. En hier is ook, kijk eens. Ja, hier hebben we heerlijk eten en drinken. En ik denk dat wij daar even gebruik van gaan maken. Misbruik of gebruik? Ja, wat zullen we hier van maken? Het lijkt me zo lekker hier, hè? Ja. Wat wil jij, wat lust jij? Ik lust wel een lekkere tomatensoep. Oké, okay. Mag ik van u een tomatensoep en een ertessoep en ik durf bijna niet te vragen, maar een broodje roodworst en twee mutsen. Dankjewel. Oh, lekker. Het gaat wel in, zo'n winterse kost. Oh, heerlijk. Nou, dat was lekker inwendige mens. Ja, en ik weet niet of dit helemaal de goede timing was om nou te eten. Hoe bedoel je? Weet je waar wij naartoe gaan? Nee, ik heb geen idee waar wij naartoe gaan. Nee? Ik ben bang. Ja, ik ook. Ken je Joris en de Draak? Het sprookje, ja. Joris en de Draak. En de attractie? Nee. Nee? Ik ook niet, ik heb hem alleen van horen zeggen. Joris en de Draak? Ja, wij gaan daar dadelijk in. Gewoon een sprookje? Sprookje, ja. Piece of cake? Ik heb mijn twijfels, maar laten we het proberen. Joris en de Draak. Als ik hier sta, voel ik me als een soort Peter, de onoverwinnelijke, bij de draak. Kom maar op! Ik heb zojuist gezegd tegen Ilse dat ik niet durf. Wat ik nu in scène ga zetten is dat wij dus gewoon even voor een shotje, ze zetten de karretjes zetten ze stil. Wij gaan voorin zitten, even voor het shotje doen we het beugeltje dicht. En wat zij dan niet weet, is dat we dan wel gewoon gaan. Zo. Nou, Ils. Ik doe mijn muts op. Het wordt koud. Oh, zo. Nou, ik Hey. Ja, dacht jij dat ik met je meega, dat ik daarin trap? Mooi niet. Oh, jij mag in je eentje. Oh, echt. Sterk. Oké. Oh. Oh, wat ben jij? Oh, nou echt. Succes, zet hem op. Oh, nee. Kunnen jullie tegen hard gillen? Tuurlijk. Oh. Ja, zo zien we wie de kou graag voor een ander val te zullen vinden. Ik ben er echt niet blij mee, hè? Jeetje, mina man. Zit er wel goed vast, dit? Toi, 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 hè? Ja, je bent een lekkere. Dankjewel. Shit! Jou krijg ik terug, jongen. Ik smeer het je. Als het laatste wat ik moet doen. Echt. Ilse. Oh. Je hebt het al overleefd. Dat gaat hard, jongen. Ja. Nou, echt. Ik heb jou vervloekt. Heb je mij niet horen gillen? Ik heb jou gehoord. Oh, ja. Zeg. En ik was zo blij dat ik niet naast jou zat. Nou, het is een beleving, maar het is wel... God, wat is dat spannend, zeg. Ik ben trots op je. Ja, ik ook op jou. Nou, maar ik pak jou terug. Nol. Jij... God, ik ben er nog even... Ja. Jij bent er een beetje stil van. Ja. Jeetje, jongen, dat ging echt hard, man. Ja.
Had je mij gehoord? Ik heb jou gehoord en ik ben echt trots op je. En, nee, maar heb jij gehoord dat ik jou eigenlijk wilde cheaten? Dat, oh, ik heb je nou, ja, ik heb je horen gillen, maar ik heb ook het hele verhaal soort van doorgehaald. Oh jeetje. Maar ja, ik ben toch trots op je. Oh, en, ik krijg nou een award of zo. Je krijgt een, nou ja, nu het zegt, een award. Alsjeblieft, voor je heldendaad. Wat leuk. Oh, moet je kijken. De gast. Doodsangstig. Hij ging zo hard. Nee, je moet echt blij zijn. Dat want jij bent echt, je hebt gewoon angst. Hè? Ja. Nee, dan moet je echt blij zijn dat je het... Als ik het dan zie, dan... ja, nee, ik durf niet. Nee, dan moet je echt blij zijn dat je het niet gedaan hebt. Ja, ik ben... Ik weet niet of ik blij moet zijn. Dus ik heb wel een ervaring. Nou, dankjewel. Ja, goed, we gaan een rondje rijden. Ja. Ja. Efteling. Ja, klopt. Met de familie. Ja, nichtjes en neefjes. Dus helemaal gezellig. En is dit de kleinste van het stel? Ja, klopt. Ja. Eerste keer in de Efteling? Ja, ook nog. Ja. En hoe vindt hij het? Hij kijkt zo goud. Ja, hij vindt het echt heel mooi allemaal. En voor jullie, is dit niet de eerste keer, neem ik aan, of wel? Nee, hoeveelste keer weet ik eigenlijk niet meer. Want je bent een fervent Efteling-bezoeker. Ja, op zich, één keer in het jaar proberen we al meestal wel te gaan. Eén of twee keer, ja, het blijft altijd gewoon leuk. Als je het weer maar mee hebt. Want het weer vandaag, is het... Ietsje minder. Maar goed, het was nou weer wat meer droog, dus dan gaan we weer de leuke dingen doen. Ik heb ooit eens een paar weken geleden tegen mijn vrouw gezegd... ik zou nog wel eens naar de winter Efteling willen... En, nou is het dan herfstvakantie en de kinderen zijn vrij van school. En bij ons op het werk is het ook niet druk. Dus ik zei, nou, dan gaan we nu in de kerstvakantie naar de Efteling. En het is ontzettend mooi, vind ik. Ik vind het prachtig gewoon. Wat was uw eerste herinnering zo'n beetje aan de Efteling toen? Want toen was er nog niet zo heel veel, hè? Nee, toen was nog de eerste herinnering, dat was mee dat je in het Sprookjesbos kwam. Dat was de Lange Jan. En in die tijd, hè, want u praat dan inderdaad over 48 jaar geleden. Was u toen al getrouwd? Nee, toen was ze nog niet getrouwd. Nee. Toen was ze nog niet in beeld, zou ik zeggen? Was ze nog niet in beeld, nee. We zijn in 1973 getrouwd. Dus nee, toen was zij nog niet. Toen woonde ik nog met mijn ouders. Hè. Toen zat u nog achter een rood kapje aan? Ja, toen zat er achter een rood kapje aan. Ja. Ja, maar ik had de heks gevonden. De uitstapjes die ik vandaag mocht doen met Ilse, dat zijn eigenlijk de pareltjes van de werkzaamheden die je mag doen voor televisie. Een plek waar we nu staan in de Efteling, vrij uniek, winter Efteling, met allerlei leuke steentjes. Waar allerlei hobby's en snuisterijen te vinden zijn. Ilse die is een rondje gemaakt op dit Beirische pleintje in de Efteling. En heeft gesproken met een aantal mensen in zo'n chaletje wat hun bezig hield met hun passie. Dus we gaan even over naar Ilse. U heeft hier een hele mooie carousel staan, zie ik. Dankjewel. Kunt u daar iets meer over vertellen? Kan ik iets meer over vertellen? Om te beginnen, de carousel die daar staat is een schaal 1 op 15. Het is een replica van een Franse stoomcarousel uit 1895. En die werd voor het eerst in Nederland ontdekt op de kermis in Waalwijk. En toen hadden we hier in Nederland een familie, de familie Janvier uit Bernhem-Zoom. Wij zeggen hem, de volksmond die zeggen altijd Janvier. Hele bekende kermisexploitanten. Er waren hele handige mensen op het gebied van de techniek en die zijn begonnen met twee carousellen te bouwen. Heeft u deze carousel zelf gebouwd? Er zitten ongeveer 8000 werkuren in en die moet u uitsmeren over 16 jaar. Goedendag. Mag ik even binnenkomen? Ja, natuurlijk. Wat doet u hier zoal? Ik doe hier aan een oude ambachter en aan korfvlechten. Korfvlechten voor imkers eigenlijk. Kijk, om bijen in te doen. Dit doen wij voor de bijen. Hier hebben we nou wel eens bijen in gezeten. Kijk. Hier hebben de bijen nou wel eens in gezeten. Dus hier maken de bijen hun nest als het ware? Ja. Dan doen ze hier zo van die raten inbouwen.
En die stokjes zitten erin om die raten vast te houden. Dat ze stevig blijven zitten, dat ze niet uitbreken. En voor de verder rest bouwen ze die helemaal zo vol met raten. Ik zie hier een aantal heel erg mooie kunstwerken. Kunt u daar iets van over vertellen? Wilde weten hoe de techniek werkt. Nou, wat het precies is? Ja, nou, het is afgeleid van glas en lood. Kan ik ook laten zien. Kijk, dat dingetje is in glas en lood gemaakt. Dan wordt het tussen H-profielen wordt het glas tussen geschoven. En deze techniek, dat is met koperfolie. Dus elk stukje wordt gesneden. Je past het in een malletje. En als alles dus perfect is, ga je de koperfolie omheen plakken. Werkt als een soort plakband, die koper. Nou, dan kun je het met tin solderen. En zo kan je dus je werkstukjes in elkaar bouwen. Deze eerste Moods-aflevering van het nieuwe jaar sluiten wij af bij een warm kampvuur hier in de Winter Efteling. Ja, na een dag vol fantastische belevenissen. Ja, hoe mooi is het om af te sluiten op een van de mooiste plekken van de Efteling. We staan op het Anton Pieckplein. De man, de geestelijk vader, zou ik maar zeggen, van de plek en de sfeer in de Efteling. Nou, over sfeer hebben wij vandaag niet te klagen gehad. We zijn vroeg begonnen en het eindigt hier in een donker tafereel met gloeiende kolen en prachtige mooie lampjes. Fantastisch. Nou, wij hopen dat jullie volgende week weer kijken. Wij zijn er weer bij. En tot volgende week. Gelukkig nieuwjaar. Tot de volgende Moods. Dag.